Goedenavond, welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Ik word bijgestaan door mijn impro-collega Stijn van Oud-Reven, bekend in Gent en vooral in Gent. We zijn altijd live vanuit de Charlatan. En Stijn, we kregen een opdracht mee. De schietkraam uitbater die een musicalster wilde worden. Ja, oké, okay, zijn we er klaar voor? Ja. Hier gaan we dan. Er was eens een schietkraam uitbater die een musicalster wilde worden. Hij was al 43 jaar aan het dromen. Hij droomde van zijn 9 jaar om musicalster te worden. Maar hij mocht niet van thuis. Nee, hij gaat coureur worden. Er wordt niet gedanst, er wordt niet gezongen. Zoals uw vader coureur is geweest, en zoals uw nonkel coureur is geweest, en zoals uw grootvader coureur is geweest. En Robbe, want zo heette de schietkraam uit Bater, en dat is ook makkelijker dan schietkraam uit Bater, telkens te moeten zeggen. Robbe deed mee aan zijn eerste koers toen hij 9 jaar was. Dat was een koers rond de kerktoren van Poperingen. Want hij was van Poperingen. En na 1 toer waren ze Robbe al kwijt. En ze beginnen Robbe te zoeken en Robbe was gevonden aan de kerk. Hij hoorde gezang, hemels gezang binnen. Hij stond daar met zijn fietsje in zijn handen aan de kerkpoort, liet het vallen en duwde de deur open. Iet! En hij zei, hoza, hoza, hoeskone, hoeskone is deze muziek. Ik wil ook zijn. Hij waggelde naar binnen, want met die koersschoenen is dat niet gemakkelijk natuurlijk. Tak, 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 tak. Hij schreed naar het altaar en zijn mond viel open van verbazing toen hij de priester op hem zag afkomen. Hij wist, dit is niet pluis. Ik heb veel over om musicalster te worden, maar niet dit. En hij tak, 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 terug naar buiten. En maar hij rook. De mars die werd opengetrokken. En Robbe was zot van marsen. Robbe keerde op zijn stappen terug. Tak, 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 tak. Griste de mars en liep terug naar buiten. Tak, 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 tak. Hij won de koers niet. Laat ons daar duidelijk over zijn. Maar er was hem iets opgevallen. Op de kermis was er een schietkraam. En hij dacht van, ik wil sowieso geen coureur worden, maar misschien is schietkraam uitbater wel een mooie richting in de richting van musicalster. Hij had in de aanbieding, als je raak had geschoten, op het onderste schap had hij sterren. Sterren van bekende mensen die ooit musicalster waren geworden, zoals de typische musicalsterren die we allemaal kennen. Björn Sengier en Annie. Annie. Op het middenste schap. Annie Mitchell. Op het middenste schap kon je video's krijgen met danspasjes. Maar de hoofdprijs was als je 3 krijtjes kon kapotschieten. Dan zong Robbe zelf een liedje naar uw keuze. Maar niemand sloeg erin om 3 krijtjes kapot te schieten. Tot op 1 dag, 21 oktober 1973. Christine stapte op het kraam af en waggelde nog een beetje naar haar 6 krieks en 2 orvals. Ze nam het geweer vast en schoot met 1 loodje 3 pijpjes kapot. Dat is heel straf. En ze zei, dat was ook in West-Vlaanderen, wat heb je won? Ja, zei Robbe, ik kan een liedje voor u zingen. Welk liedje moet ik voor u zingen? En ze zei, geef me het liedje waar jij nu aan denkt als je naar mij kijkt. En Robbe zei, oké. Okay. Hij plaatste zijn armen in zijn zijen, zijn benen wijd. En hij zong de melodie. Uit volle borst. En heel de kermis kwam dichterbij. Iedereen dacht van, waar komt deze hemelse muziek? Het was muziek die Robbe, hoe oud is hem, 40 jaar in zijn lijf had ingehouden. En nu
kwam die eruit. Hemelsmooie muziek met een zoet warme stem. En de eerste zin kwam eruit en... Hij zong... Jouw adem ruikt niet fris. Het lijkt wel kattenpis. Je dronk wat veel orval. En ik verdrink in je ogen vooral. En de vrouw begon te huilen bij zoveel moois. En niet alleen zij, maar iedereen op de kermis, op de botsauto's, kregen mensen tranen in hun ogen. Op de rups kregen mensen tranen in hun ogen. Al het viskraam ook. In het spookkasteel ook. Aan het smoutenbollenkraam ook. Aan het frietkraam ook. Aan het spiegelpaleis. Ook. Zelfs aan het Lunapark. Behalve helemaal in het hoekje van achter, want daar was te veel lawaai. Nu, de dag daarna stonden de kranten vol. Zingende schietkraamuitbater uit Poperingen veroverde de wereld. En zo geschiedde. Hij trad op in de mooiste musicals van New York tot Londen. Zoals? New York en Londen. Hij deed mee in Cats. Hij deed mee in Jesus Christ schietkraam uit Butter. En Annie, your breath is smelling naar Orval. Zeer mooie musicals. En tot heden vandaag is zijn legende nog steeds groeiende. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat als je je droom niet kunt waarmaken, zoek dan... Een wijf dat te veel Orval heeft gezopen. Want in haar ogen is alles beter dan de realiteit. Slaap lekker. Dames en heren, Stijn van Outreven.